President Chandrika Prasad Santokhi is en zijn delegatie arriveerden gisteren in de Dominicaanse Republiek, waar ze met militaire eer werden ontvangen. Tijdens zijn verblijf staan er informele en formele bilaterale ontmoetingen op de planning met andere staatshoofden. Er worden ook intensieve gesprekken gevoerd over de politieke situatie in Venezuela, die na de recente verkiezingen extra aandacht heeft gekregen. De ministers van Buitenlandse Zaken van Suriname en de Dominicaanse Republiek bespraken dit onderwerp en streven ernaar om aanstaande vrijdag een gezamenlijke verklaring over de situatie in Venezuela uit te brengen. President Santokhi benadrukte dat de focus van zijn bezoek ligt op het versterken van de regionale samenwerking en het verder bouwen aan het herstel van Suriname na een economische crisis. Zijn doel is om investeerders en kapitaal aan te trekken om de nodige projecten in Suriname te realiseren.